De Marons en de Tapanahoni hebben op 10 oktober 1760 het vredesakkoord getekend met de koloniale overheid. Dat is 258 jaar geleden. Dit is het eerst blijvende vredesverdrag gesloten tussen een niet-westerse groep en de koloniale overheid en heeft als model gestaan voor de latere vredesverdragen met andere Maron samenlevingen in Suriname. In 1757 kregen we in Suriname de Tempati-opstand. En dat het ging echt om een aantal plantages die de slaven voor een paar maanden onder hun beheer hebben gehouden. En ze hebben de koloniale overheid dus heel veel hoofdpijn bezorgd. Het begon op de plantage Lapé en in het Tempati-gebied. Deze tot slaafgemaakte zouden verplaatst worden van een plantage. Het was een houtplantage. En de planter was Jean Martin. En hij was van plan om een aantal van die tot slaafgemaakte te verplaatsen naar het bovenkomenwijnen gebied. Ze hadden begrepen dat op de nieuwe plantage waar ze terecht zouden komen, dat mensen mysterieus stierven en dat het leven daar heel hard en moeilijk was. Dus ze wilden niet gaan. Toen bleek dat de planter en zijn directeur toch van plan waren om hun met geweld te verplaatsen. Men deelde touwen uit met de bedoeling dat wanneer ze niet wil zouden gaan, dat mensen zou binden, vastbinden en dan op een ponton zetten en slepen naar de nieuwe plantage. Ze hebben toen een groep gevormd en afspraken gemaakt met die andere plantages in de omgeving, zoals Hermitage, Blijenburg, Berenburg, Wolvega, noem maar op. Een aantal plantages in het Tempati-gebied hebben ze dus afspraken gemaakt. En toen de planter en zijn directeur bezig waren te kaarten, werden verrast door een aantal, zo'n 50 tot slaafgemaakte die hen omsingelden. Ze hebben de planter toen zijn hand afgekapt en ze hebben de directeur op zijn hoofd gekapt. En zo begon eigenlijk de opstand. Toen de Marons zich gevestigd hebben in de binnenlanden van Suriname, hebben ze alles wat ze al hadden in de binnenlanden of waar ze woonden in Afrika, hebben ze alles hersteld. En die hebben ze ook daaraan vastgehouden tot heden. En als je gaat naar Afrika, zie je hetzelfde en hier meer. De grondslag van ons systeem is matriciair en het is bij de Ashanti's, de Akan-groep zo. De talen die we praten blijven stabiel, hoe klein die groep ook lijkt. En men bang is dat de taal verloren zal gaan. Bij ons gaat het niet verloren. Ik zie het bij de jongeren in hun muziek. Toch? De muziek van de Maron neemt over in Suriname. Dat is die sterkte van de cultuur. Je kan het overbrengen. Je integreert. En anderen vinden het mooi. Deze verworvenheid is een stuk geschiedenis die wordt omgezet in productie. Het verwerken van jouw verleden tot een product is gelijk aan werken aan de zelfstandigheid en respect van jouw afkomst. Isabi de Maron is gaan groeien in haar denken in de geïntegreerde Surinaamse westerse samenleving waarin we leven. Wat je merkt is dat een heleboel mensen de dingen gebruiken van de Maron zonder de essentie, de kia achter de pangif bijvoorbeeld, kent men niet. Dus 10 oktober aanstaande Maron Vrouwennetwerk, ondersteund door Stichting 10 oktober en natuurlijk ook die commissie van RO, gaat een kliniek verzorgen over die kia van de pangi. U ziet een schouderdoek. Het is een pangi die als schouderdoek kan dienen. Een pangi die als kledingstuk kan dienen, als een wikkelrok kan dienen. En de pangi kan ook als beschermende schouderbedekking. We noemen het banjakosu in Samaka. We noemen het djembe
in Okanisi. En zo heeft het nog andere namen. Dus wat we gaan doen, de kia van de pangi draag je niet zomaar. We moeten dat respect dat de Marons heeft voor de pangi en wat de pangi doet, moeten we even een open boekje doen. En dat hebben we nooit eerder gedaan. Ik heb in 1986, nadat Cultuurstudies mij had gestuurd naar de binnenlanden van Suriname om de muziekcultuur van de Marons te bestuderen en in kaart te brengen, toen heb ik ontdekt, na mijn terugkeer in Paramaribo en gesproken met diverse Marons, toen heb ik de indeling gemaakt en gepresenteerd tijdens een lezing intern bij Cultuurstudies. Introduceerde ik het begrip ontwortelde Marons. Dat zijn de Marons die door het onderwijs en de kerk totaal ontworteld zijn. En dan heb ik de traditiegetrouwe Marons. Dat zijn de Marons die in de traditionele dorpen zijn gebleven om daar te werken aan de ontwikkeling van hun eigen dorpen. En die traditiegetrouwe Marons, die reizen op en neer, dus die pendelen tussen hun traditionele samenleving en Paramaribo. En die gaan steeds terug. Maar het probleem is dat hun kinderen dan ook weer voor onderwijs in de stad terecht zijn gekomen. En dan gaan ze ook weer dat proces van creolisering moeten doormaken. De andere groep die ik had benoemd is de geïntegreerde Marons. Dat zijn de Marons die toch wel heel hard werken om de traditionele Maron te zijn, maar ze zijn het niet. Doordat zij dus gevestigd zijn in Paramaribo en ze willen ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het binnenland. Maar wat ze eigenlijk doen is eigenlijk blijven houden van de Maroncultuur, maar een echte bijdrage leveren aan de sociaal-economische ontwikkeling van het binnenland, dat gebeurt te weinig. Reden de genoeg voor vier feestjaar, omdat die ik kies een occasie voor kombaka, eini assisteem en ontwikkel jezelf. Dus er is genoeg reden om te feesten. En 10 oktober, ons dong, we pakken gokong. Awan voor de planning, we taki, we horen een lezing. Aini ons huis. Masra André Moussou se kunapa fesi. Makandra nang awan panel, pedio taki voor item, dan naam Marons. En de economische ontwikkeling vanaf 67 tot heden. Heel belangrijk voor Sabi USD. En die sabi is de bepaald tide en die bloekoet tide dan ik kan schifaye goeie naar toekomst. Ten tweede, we hebben na normale matonetti. Zou goeie te doen voorafgaand na te wabik biggie festeiten. Kotimato en ook te dapen je doen peiling. Sama voor mij sabi doasen jijte. Fou tampo no no fa be de SD en fou kan die jongwaan abbaas. Zou moet denk ik gonna richting voor jongwaan. Dus dat is een pichi, nou een sandje ook in de twee dagen activiteiten. We gaan 10 oktober naar Toyowata, naar Nyonkombe, een plein offer. Baka dat we halikong naar PO ontvang, hoogwaardigheidsbekleders naar plein van 10 oktober 1760. Vervolgd door een Polowaka, kong een palmentuin PO abi een open dag. We gaan soei. Fawe boli nyanyang, fawe dingi, fawe PC, fawe polo, fawe welipangi. En wat voor de belangrijk sani, dat die Maron vrouwen netwerk, ik nu ook maar kan die aan stek ten 10 oktober, of zo je den sama faye giles beki na yu pangi. Want a pangi, en dan san di te daya emindi na moda yu welipangi. A bi fashi faye welipangi, en 10 oktober Maron vrouwen netwerk, Anga astek teng tin oktober de kabakaba fu giden demonstratie aini palmentuin. Om de strijd van alle Maron voorouders voor vrijheid en tegen onderdrukking te gedenken, is in 1974 in samenspraak met de hoogste traditionele leiders, de Gramangs, van deze Maron samenlevingen 10 oktober uitgeroepen tot de dag van de Marons.
In 2010 heeft president Bouterse de erkenning van de Dag van de Marons tot Surinaamse Nationale Dag verheven. Zij is geen haar veranderd, mijn leven. Ja, ik ken die zeven.